Vandaag spelen wij omgekeerd verstoppertje op een mega cruiseschip dat 228 meter lang is. Het kostte ongeveer 30 miljoen euro om te bouwen en nu is het een hotel waar je dus ontelbaar veel mogelijkheden hebt om te verstoppen. Hopelijk vinden we elkaar terug. Let's go! Welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. En ik weet niet of jullie ons kunnen horen. Er is heel veel wind. Maar wij gaan vandaag omgekeerd verstoppertje spelen op een mega cruiseschip. Daar staat het. En omdat het hier ijskoud is, gaan we nu op het cruiseschip. Let's go! Let's go! Laat weten in de reacties of jij ooit al op een cruiseschip bent geweest. De rode loper. Harmony! Ja. Ik ben nog nooit op een cruiseschip geweest, Bram. Ik ook nog nooit. Oh, voilà. We zijn eindelijk op de boot en ik durf hier nooit zo luid te praten. Ja, het is hier nog zoals niemand. De boot is wel gigantisch groot. En ik ga verstoppen. Dit is een kaartje voor een kamer. Je kan hier één kamer mee binnen. Jullie weten niet welke kamer. Eén kamer. Meer zeg ik niet. Van alle miljoenen duizenden kamers. Ik heb dezelfde kaart, dus ik kan ook in dezelfde kamer binnen. In elke kamer gewoon... Ja, dat kan. Ik zeg niet dat ik daar zit, hè. Ja, maar al die kamers gaan bieden. Voor hoeveel likes gaan we? 14.214. Dat is het aantal kamers hier op het cruise. Dus voor zoveel likes gaan we. En ik ben benieuwd of jullie mij gaan vinden. Ik ook. Ik tel tot 100. Jij telt tot 100? Ja. Doe maar. Alles goed. Ja. Jij hebt het verstoppen of niet? You stupid. Wij tellen tot 100. Ja. Is 100 genoeg? Ja, tel maar tot 1000 dan. Voilà. Nee, 1000. Ben jij eng? Eerste keer voor 3 mensen verstoppen. Doei. Let's go. Doei. En dit is wel grappig, want als ik gewoon rondloop, kom ik opnieuw boven bij hen. 4, 5, 6. We kunnen hem toch niet meer zien. Kijk, dit is onze view nu. Hij is weg. 23, 24, 25. Allee. Oh, wauw. Je is al 20 seconden kwijt. Ja, 26 seconden kwijt. Dat is wel grappig. Oké, nu gaat mij echt verstoppen. Deze wil werken. Ja, let's go. Wat doet hij allemaal? 42, 43, 44, 45. Om richting de kamers te gaan, heb je dus dit nodig. Maar dit werkt overal. En dit zijn de gangen. En kijk hoe klein die zijn voor mij. Dit zijn dus de gangen. Ja, dat is niet zo handig. Hoppa. 90. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh nee. Die mensen, het was awkward. Maar we hebben het 100 gesteld. Michiel, we komen je halen. We zijn hier in de laag. Ja, wat is dat? Laag en dek? Ja. Vind uw weg. Dit is, ja, dit kan ons wel helpen. En kijk, wij zitten dit nu op P. Kom maar. Wij zitten op, ja. P. Je hebt echt superveel. Je kan buiten. Gaan we eens naar buiten. Oh ja, dat is goed. Vind ik goed. Ik denk dat dit het moeilijkste verstoppertje ooit wordt. Het is hier zo groot, niet normaal. En kijk deze view. Wauw, we staan echt op het water, hè. Hallo. Ik ben een meeuw. Bram is kapitein. En Ize is een kleine biep. We gaan vertrekken. En Michiel kan hier ook zomaar zitten, hè, maar dat is wel koud. Ik denk wel dat hij hier niet gaat zitten. Ik denk ook binnen. Check dit gewoon. Er is heel veel storm. Maar jullie kunnen de Titanic nadoen. Doe maar. Maar nu moeten we wel gefocust zijn, want hij zit sowieso binnen. Wow. Het is gewoon. Wow, ja, hier is het al zalig. En ik zal jullie eens iets vertellen. De sleutel heeft toegang tot kamer 2036. En misschien moet ik een tip sturen. Dan gaat ze naar hier komen en kan ik ondertussen ontsnappen. Want dit is het tweede verdiep volgens mij. Jepa. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, en nu? Kies maar hoor. PM. Ah, misschien de M van Michiel. dat daar of dat daar? Meld zijn. Schaar. Naar daar. Ah ja, dit is niemand het dan. Heeft de kaart zeker. Ah, wacht. Misschien de kaart van Michiel. Oh, hier zijn de kamers aan. U weet. Oh, hier. 1017. Michiel, zijn lievelingsgetal. Oei. Het zal wel zot zijn, hè? Ja, nee, dit werkt niet. Hallo? Hallo? Ja, ik heb een tip
jullie. Oei. Oh, een tip. De kamers waar jullie een sleutel voor hebben, start met een 2 en er zit ook een 0 in. Start met een 2 en zit een 0 in. Start met een 2 en zit een 0 in. Oei. Dus we zitten op de foute verdieping. Ja, hier zitten we al niet juist. En hij legt gewoon af. Terug in de lift. Naar 2. Ik ben dus aan het filmen met mijn gsm, maar ik heb net gebeld en ik heb ze een tip gegeven. Maar nu moet ik wel heel snel ontsnappen voor ze ging schrijven. 2-0. Er is overal 2-0. Dat was echt. Er is overal 0. Begin bij een 2. Oh nee, echt. De kust is veilig. De lift is leeg. Let's go. Je hebt hier verdiep LP, UP en SU. 2079. Maar wat was het? Een 2 en een 0. Ah ja, wauw. De kaart. Tweede keer. Nee. Nee, oké, maar dat is wel eng, hè. De andere munten dan. 208, maar dat meen je toch niet dat we al die kamers gaan moeten testen? No. Nee. 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 Die deur staat open, maar er staat wel geen kamernummer op. Wacht, ik doe zo. Eeuw, nee. Oei, wie is dat? Die komt ons pakken. Is dat Michiel? Nee, nee. You. Run. Oh, sorry. Ik wil hier weg. Oh, hier hangen de reddingsboten. Dat is wel cool. Wat is dat hier? Eeuw. Allee, waar zijn we? Waar zijn we? Ik wou gewoon naar de lift. Ja. Naar de receptie. Oh, ik was geschrokken van die man. Oh, wauw. Er zitten hier echt veel te veel kamers. Overal een lift. Ja, echt, hè. U bevindt zich hier. Ja, okay. Dus we stonden daar net zo, we hebben gewoon dit gedaan. Yep. Amai. Dus we moeten rechtdoor naar links en dan vallen. We staan weer op hetzelfde punt of wat? We zitten in een nieuwe gang, maar hier zijn de twee kamernummers met 1. Dus hier moeten we niet zitten. Alles lijkt ook op elkaar. We moeten naar zo'n rode lift. We zijn verloren gelopen, denk ik. Wauw. We zijn hier eindelijk uit. Amai. Wat een dolhof daarin. Nooit nog ga ik in zo'n deur. Niet normaal. Check dit. Wauw. Waar zouden wij nu zitten? Daar ergens in of zo. Daarnet stonden wij hier aan het zwembad. Ah ja, inderdaad. Dit zijn dus alle verdiepen. Hier in de lift sta ik wel veilig eigenlijk. Op zoek. Dit is verdiep BT en alles is hier afgesloten, hè. Ik vind het wel echt eng. Opnieuw in de lift. Ik ga eens naar B-dek. Als ik die plots tegenkom, hè, dan ga ik echt... Oh, dan ga ik me echt slecht voelen. We hebben goed nieuws. Michiel, we weten je kamer. Echt, hè? De receptie heeft ons geholpen, dus ja. 2-0... Wat is het weer? 3-0. 2-0-3-0. 2-0-3-0, let's go. Nee. 2036. 2036? Ja. Oh. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. We zullen proberen. Ja, we weten nu toch al. Ja. We hebben twee opties. 2030 of 2036. Oké. Okay. De lift. Ah, voilà. Oh. Voilà. Hier tussen moet de kamer zitten. Oké, en gewoon. Een even. Ja. Oh, weer zo'n deur. Zou het gaan? Hier. Zou hij dan echt in de kamer zitten? Ja, het is sowieso een valstrik, denk ik, ergens. 33. Wacht, wacht. 33. Deze kant is dus oneven, dus misschien moeten we naar de andere kant van de gang. Even. Want 30 en 36 zijn even. That's smart, John. Very smart. Een volledig open ruimte, toiletten en exit. Hier zijn gewoon twee liften. Dek D. En er liep net een man achter mij, echt zo'n kapitein. Maar die zei niets. Dus hier ben ik wel nog welkom. Dat is spannend. Ja. Waar ik aan? Oh, wat ligt er aan? Oh, ik ben bang. Eh? Ligt er aan? Eeuw! Er ligt daar... Oh, wauw. Is dit een prank? Eeuw, het lijkt zo echt. We springen erop. Kus het? Oh, wauw. Echt. Oh, maar dat leek echt. Wauw. Dit is dus echt een valstrik. Een badkamer misschien? Hij is hier wel geweest, dan moet het licht staan. Nee. Onder deze bank? Ik ga het eens proberen, als er niet te veel spinnen zitten. Hier ga ik nooit onder. Ik ben te groot. Andere plaats zoeken. Ik ben zwaar aan het twijfelen. Ik heb nog niet veel gezien van het schip, maar ik denk echt als ik deze deur dicht doe, vinden ze me niet. We zitten in de kamer, maar we hebben geen Michiel. Geen Michiel. Dus ja. Dat was het dan. Maar nu moeten we al sinds geen kamer meer zoeken. Nee, inderdaad. De kamer kan het dan niet zijn. Ofwel komt hij straks hier gewoon terug liggen. Ja, okay, verder zoeken zeker? Ik voel me wel veilig hier. Ik ga één keer die deur dicht doen.
Maar er was hier daarnet een medewerker en je mag hier dus wel komen als bezoeker. Dus ik doe niets verkeerd. Ik heb het echt warm gekregen, hè? Ik ook. Poeh, ben hier aan het zweten. Ik een beetje warm hier aan. En wat heb je hier nog allemaal? B-A-M-L-P. Je zou vingerbroeken moeten. Zoee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 
kamer. C-dek. Hier is het ook echt extreem stil. Maar hier, toiletten. Ik kan hier gewoon rustig naar het toilet gaan. Ach, maar alles lijkt op elkaar, hè. Dat is zot, dat is niet oké. Okay. Ja. Oh, wie weet camerabeelden van Michiel? We staan op de camera, hè. Oh ja, wij staan er wel op. Oh. Ja, daar is de camera. Oh. Oeh, dit is... Het is eng, we zitten echt beneden nu. Oh. Het is echt... We kunnen roepen naar Michiel. Eeuw, je kan in het water springen. Maar als die deur... Als die deur toe gaat. Ik ben daar bang voor. Mijn hoofd. Ja, jullie zien mijn voeten niet. Maar dit is wel echt een heel laag toilet. Wauw, wat een luxe plaats. Helemaal voor mij alleen. Ik heb het gevoel dat ik goed bezig ben. Deur op slot. Let's go. Oké, maar we zitten nu op het laagste. Yep. Kamers gaan we niet doen, dus dit skippen we denk ik gewoon. Ja. Ja. Naar bovenste. Als hij in de kamer zit. We gaan naar Sue. Ja, Sue. Sue. Van helemaal beneden naar helemaal naar boven. Sundeck. Oké. Okay. Dit is spannend. Het is hier echt wel een doolhof, check dit. Ik kom van daar. Je kan naar daar. Je kan naar daar. Ik kan naar daar en ik ga naar daar. De Skyroom. Alleen toegang voor genodigden. Zijn wij genodigd? Ja, toch wel, hè. Geen idee of we hier mogen lopen. Kan je hem zien? Dit is onze view. Geen Michiel. Zo mooi. Terug naar beneden. Ha. Waar is hij? Waar zit hij? Sowieso op zo'n echt normale plaats. Ja, ik denk dat ook. Ja, in de restaurants. Daar zijn we toch nog niet geweest? Dat is waar. Gewoon een keer kijken. Wat een trip. We hebben echt al bijna alles gedaan, denk ik. Oké, wacht. Dat hebben we gedaan. Nee, dat zijn kamers. Hier is de kamer. In de kidsroom. In de kidsroom. Is de baby. Ja, oké. We gaan naar de kidsroom. Ja. Ik ben wel goed bezig, denk ik, tot nu toe. Ik kom uit deze gang. Ik kan naar deze gang. Ik kan... Oh. Naar hier. Dat is een kamer. En ik kan ook gewoon rechtdoor. Check dit. Wow. Wow. Sorry dat ik zo stil praat, maar ik wil echt niet gevonden worden. LP, ah, daar is de kidsclub. Party room for kids. Ja, open doen voor u? Ja, oh, het is helemaal donker. Oh, nee. Oh, maar ik blijf hier wel. We kunnen wel knutselen, maar hier zitten we niet, hoor. Nee, dat zijn wel mooie kunstwerkjes, de Minions. Wow. Hier zitten we nu en volgens mij zit hij op één van die twee. Hier heb je echt veel opties. En de rest zijn kamers en ze hebben we gedaan. Ik heb trouwens niet echt het gevoel, oh, mijn hoofd, oh, het is nog lager. Check. Wauw, mooi hoor. Ik heb trouwens niet het gevoel dat ik op een boot zit. Maar hier sta ik safe hoor. Ofwel komen ze langs daar, ofwel langs daar. Dit is een mega gang. En ik ga snel lopen. Als ze mij hier zien, ben ik wel gezien. Ik voel iets aan mij. Het ziet er safe uit. Hier zijn wel veel verstopplekken. Oh wauw. Het dek. Nu moeten we even maar kijken. Maar hier zijn we al geweest. Ja, hier zijn we al geweest, maar wie weet in het restaurant of zo. Waar is hij toch? Of zat hij toch buiten zitten? Maar nee. Dat zou echt raar zijn. Oh, daar links. Maar daar gaat hij toch niet zijn? Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben op het dek. Oh, check dit. Zalig. Dit is het langste verstoppertje ooit, denk ik. Want... En we zijn met drie. Dat moet Oeh. Let's go. Zou hij hierin zitten? Maar het voelt alsof we hier niet mogen zijn. Hier kun je echt fiesta. Je hebt Bram wel feesten. Nee. Hier is ze niet. Misschien daar achter de bar? Nee. Nu moet ik wel nog een goede verstopplek vinden. Wow, dit is fantastico. Hier sta ik wel open en bloot natuurlijk. Daarachter, daarachter. We zijn echt al super lang aan het zoeken. Michiel hebben we nog steeds niet gevonden. Ik ben het beu. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar stel je voor, ja. Dat buiten. Buiten ja. We hebben buiten niet goed gekeken. We waren er super snel weg, ook omdat het koud is. Deze vuilbak is wel echt vies. Zou wij buiten zitten?
Okay. Maar het is super koud buiten. We moeten gewoon nu alles nog eens checken. Ja. Ja. Hier, derde keer dat we deze gang doorlopen. Derde keer, goeie keer. Die restaurants hebben we net gecheckt. Dus het enige wat we nog kunnen doen is gewoon terug naar buiten gaan. Alles hebben we bekeken, hè. Alle... Bram! Laren. Waar is Michiel? Wat? Huh? Ruik je? Ik ruik hem. Oh ja, het stinkt hier plots. We zitten weer buiten. Sorry voor alle wind. We worden nog één keer gecheckt. Hier zijn we niet in geweest. Ah ja, wow! Nee, dat denk ik niet. Misschien daar aan kijken of zo? Of deze kant van de tent kan ook. Sorry voor alle wind. Misschien daar achter. In de vuilbak? Eeuw. Nee. Het is hopeloos. Waar? Duncan! Ik word woest. Oh. Niemand? Nee. Ze vinden mij niet. Ik sta in deze tent. Beste verstoppelijk ever. En daar zijn Ize en Céline. We zijn hopeloos. Nee, ja. Gaan we het echt opgeven? Nee, toch? Michiel! Ze staan daar. We hebben bijna elke verdieping van deze boot gecheckt. Buiten is hier niet. Nee. Is er niet. En ik kan niet meer praten, want ik ben moe. Moe. Dit is toch de beste verstoppelijk ever. Hallo? Oh. Wat is er? Ik hoor iets, hè. Hallo? Oh, hij is hier wel en het komt vandaar. Waar ben je? Oh nee, die zit toch niet daar. Maar dat is letterlijk overal dat we niet gekeken hebben. Ja. Yeah. Hallo? Wat? Molly! Dat ben je niet! Wat dan mee? Alleen maar verstoppertje. Ja, sorry, ik voel bij haar omdat ik jullie een tip heb gegeven. Ik heb jullie gefilmd. Ja, je bent gewonnen. Ik heb jullie een tip gegeven. Ja, je bent gewonnen. Gewonnen verdiend. Woe! Dankjewel. Jullie stonden daar. Ja. Ik zag dat en ik dacht... Ik skipte het dan gewoon. Ik dacht in mijn hoofd, we moeten daarin kijken. Ik voel het als een overwinning. Ik ben vooral benieuwd waar jullie allemaal gezeten hebben. Overal. Heb je de kamer gevonden? Ja. En dacht je dat ik onder het laken lag? Toch wel. Maar hopelijk vonden jullie het een leuke video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Yes. Wauw, ik ben echt fier op mezelf. En wij zien jullie gewoon. De volgende video. Peace.